In deze video ga ik jullie alles vertellen over de analoge vochtmeter. Deze analoge vochtmeter is ideaal om vast te stellen hoe nat de grond van je kamerplant is. Hoe werkt het? Eigenlijk heel simpel. Deze analoge meter heeft hier een schaal met een verdeling van 1 tot 10. Het rode is droog, groen is licht vochtig en het blauwe gedeelte is nat droog, dan moet je denken aan de Sanseveria bijvoorbeeld. Die heeft heel weinig water nodig. Maar ook een dracena die kan ook wel droog zijn. Gemiddeld de monstera, een areca palm en eigenlijk de meeste kamerplanten. Die houden van een lichtvochtige grond en die zou je in het groene gebied moeten hebben. Nou planten die weer dus weer heel veel water mogen hebben, dan moet je bijvoorbeeld denken aan de spatifilium, de lepelplant die kunnen echt heel veel water hebben. En met deze meter kun je eenvoudig zien of jouw plant de juiste hoeveelheid water heeft en of dat je hem opnieuw water moet gaan geven. Deze meter heeft geen batterijen, dus hij werkt altijd. Dat is het mooie ervan. Nou, op het moment dat ik deze meter in de aarde steek, kan ik direct zien bij deze plant hoeveel vocht hij heeft. En wat ik nu zie is dat hij aan de bovenkant van het groene gebied staat. Hij staat zelfs net in het blauw. Dat betekent dat deze plant voldoende water heeft. Voor het mooi, misschien zelfs net te veel. Dus deze plant hoef je geen water te geven. Nou, de meter haal je er altijd weer uit en dat doe je om oxidatie te voorkomen. Zou je de meter laten staan, dan kan het metaal aantasten en dan kan die schade oplopen waardoor die niet meer nauwkeurig meet. Het is ook belangrijk. Dat je hem daarna even schoonmaakt. Dus je neemt gewoon even een doekje en dan veeg je hem eenvoudig schoon. Niks meer, niks minder. Mocht je nu wat oxidatie op je vochtmeter krijgen, dan kun je hem ook met een heel fijn schuurpapiertje een klein beetje afschuren. Maar als je hem netjes bijhoudt, hou je hem schoon. Daarbij, als je meerdere planten afgaat in je woonkamer. Hou er dan rekening mee dat je hem ook schoon moet maken. Op die manier voorkom je dat je kruisbesmetting krijgt van de ene plant naar de andere plant. Nou, een klein laatste weetje. Er zit een heel scherp puntje aan. Heb je nu een plantenbak met een inzethoes of een plastic inzetzak? Hou er dan rekening mee dat je niet het puntje er doorheen drukt, want er is je planten, ja, de, de inzet is dan lek, waardoor je een lekkende pot krijgt. Dus dat is even belangrijk om te weten. Nou, deze naald gaat dus volledig in de aarde. Je prikt hem er eenvoudig in. Kind kan de was doen. Wil je nou meer weten over deze analoge vochtmeter? Kijk dan onder de video in de beschrijving. En voor nu wil ik je bedanken voor het kijken.